Vandaag. Oké, ik moet eventjes hier weg. Stop daarmee, want ik kan zo niet filmen, want de hele camera gaat alle kanten op. Dit gebeurt er namelijk. Tess is aan het poetsen. En Bel denkt, nou, nu ben ik lekker gekriebeld, dus dan doe ik het zo. Nou, vertel. Nou, het is vandaag zaterdag. Ik maak vandaag een rustige dag van tot morgen postles gaan. En ik ben ook op kamp geweest. Ik ben heel moe en ik voel me het lekker. Maar ik wil toch naar mijn vriendin toe. En ja. Jullie is lekker rijden. Ja. Ben je ook moe, Bel? Je mama staat te koop, Bel. Wist je dat? Bente Akkers, Bella. Bente Akkers, Babette staat te koop. Dat is haar mama. Ik heb de video al gedeeld op YouTube bij de community. Dus wie weet is er... Misschien komt ze dan een Welsje. Nee, dat denk ik niet. Maar wie nog een klein Welsje zoekt van 1,24 geloof ik. Nee, dan... 1,28. Nou, 1,28. Nou ja, ze hebben net zulke mooie gangen als Belletje. Hè, Bel? Ja. Oké, okay. Bijna net zulke mooie gangen als Belletje. En zo moet het haar. Ja, maar dan kan je het afhalen. Zo dit. Het is nu zomer, hè? Dan is dat niet zo. Ja. En wij gaan ook nog een beetje. Ja, klopt. Ik ga ook zadelen en poetsen. Zo, muis 1 en muis 2 zijn aan het rijden. Ik weet niet wat ze gaat laten zien, maar ze gaat iets laten zien. Wat ga je laten zien dan? Nou, het is heel spectaculair, maar... Daar komt ie. Mijn pluisje is kapot, jongens. Ik moet een nieuw pluisje. Waar kijken we nu naar? Waar kijken we naar? Hij stuurt haar hoofd naar binnen als hij aan het kloppen is. Oh, zo! Ja, daar heb ik er verstand van. Keurig hoor. Nou, nu de andere klop nog even. Ja. Ik ga nog ook even rijden, niet zo lang meer. Maar ik ga wel even rijden. Nee, dan. Nou, Tess gaat even de andere klop doen en ik moet ook iets gaan doen. Wij gaan vandaag, waar gaan we heen? Naar de Zuidplassenruiters in Moordrecht. Gaan we crossen? Ja, het is voor het eerst. Mijn Belletje natuurlijk. Mijn moeder gaat met. Corona uiteraard. Het is nog erg vroeg. De zondagochtend. Geeft niet. Het is goed voor een mens. Ja. Nou, zullen we daar dan maar heen gaan en spullen in gaan pakken? Ja. Heb je er zin in? Ja. Vind je het spannend? Ja. Is het ook? Nee hoor, het is hartstikke leuk. Dan heb je een geweldige trailer en dan mag je gaan crossen en dan in de stress van het moment vergeet je te controleren of de trailer wel goed aangekoppeld is. Mag ook. Neem dan de oplossing, dit is de scrub. Neem dan de oplossing, dit is de scrub. En dan vergeet je in de stress van het moment te kijken of je je trailer goed aangekoppeld hebt aan je auto. En gelukkig werkt de remmer in je richting en alles. En lig je trailer op de grond en niet meer achter de auto. En dan kan je dus niet crossen. Ik kan je vertellen, een hoop stress, even een hoop tranen. Tess is natuurlijk enorm teleurgesteld omdat we niet weg kunnen. Ik ook erg teleurgesteld, tranen stonden ook vrij hoog. Maar goed, dat zijn van die dingen, dat overkomt je hopelijk maar één keer. De auto is gelukkig op een puts na in de bumper heel en Altwin. Ik zal je zo even komen helpen, Tessa. En Altwin is nu naar de trailer aan het kijken, want de stekker is kapot. Kijk. Maar het lijkt erop dat dat ook het enige is. Hieronder zit nog de aansluiting van een stekker. En die was ook los. En die heeft hij ook gemaakt. Nou, ondanks het verdriet van de kindertjes is de tijd eigenlijk heel goed benut door ze. Elisa zou met ons meegaan, maar we gaan natuurlijk niet. Maar... Wat zijn jullie aan het doen? De trailer aan het schoonmaken. Wat goed van jullie. Met handschoentjes. Met handschoentjes. Kijk, dus de meiden die hebben de hele boel gepakt. En die zijn nu dus gewoon de bodem van de trailer netjes aan het schoonmaken. Niet de bodem. Niet, even wachten tot het scherp staat. De meiden zijn dus nu de bodem en de flappen en alles keurig netjes aan het schoonmaken. Dus dat is dan wel weer heel fijn. We hadden natuurlijk veel liever gaan crossen. Maar dit is ook nuttig en nodig werk. Nou, het lijkt erop dat het gelukkig allemaal meevalt. Moet even een nieuwe stekker op en een nieuw remkabeltje. Maar dat denkt altijd weer zelf te kunnen. Dus dat scheelt voor mij enorm.
En dan moet ik het nog aan de boer vertellen. Sorry, het spijt me heel erg. Maar goed, ik ga ze maandag even bellen en dan horen we het wel hoe boos ze zijn of niet. Zo, inmiddels is het maandag en Tess is ziek, dus dat is niet zo lekker. Of dat naar voorkomen komt betwijfel ik, maar ze is gewoon niet oké. Pijn in de buik en misselijk en Dus misschien iets verkeerds vergeten of gewoon een virusje, bacterietje, griepje, geeft een naampje. Inmiddels heb ik een bedrijf gevonden die de spulletjes heeft om de trailer te maken, zodat we toch nog op pad kunnen deze week. Dus ik ga nu eventjes die 13-polige stekker en die losbreekrem inrichting halen. En dan kan de trailer gewoon weer op pad, dus dat zou heel erg fijn zijn. En Boekelo komt er natuurlijk aan en volgende week moet ik dan geopereerd worden, dus dan heb ik de trailer even niet nodig. Maar hij moet toch weer heel. En ja, ik voel me schuldig. Sorry Arnold. Nog steeds sorry. Echt. Het is niet anders. Ik heb weer een hoop geleerd. Gelukkig, ze hadden het. Dus ik heb hier een remkabel. En een stekker. En Aldwin gaat die erop zetten. En hopelijk doet alles het dan weer. Ik hoop het echt. Nou, toevallig belde Arnold net nog van de boer Horse Trucks. Nee, hij is niet boos. Gelukkig. Kan de beste gebeuren, je doet het niet expres. Nee, dat klopt, ik doe het zeker niet expres. Maar ik voelde me echt heel schuldig. Maar wat hij wel ook nog vertelde, en ik op zich ook nog een hele interessante informatie vind, is dat in principe bij mij kan het niet gebeuren omdat bij mij alles nagekeken is. Maar zowel je trekhaak als de koppeling van je trailer, die slijten. Ja, dat wist ik dus ook niet. En intensief gebruik en hoe lang dat is, dat weet ik ook niet. Maar gaat zowel je kogel van je trekhaak gaat slijten als dus die binnenkant van je, ja, waar die kogel ingaat van de houder van de trekhaak. En dan kan je dus ook je trailer verliezen. Dat wil je niet. Dus laat het regelmatig nakijken. Ik weet nu hoe het is als je trailer eraf valt. Geloof me, dat is echt, echt niet prettig. Die van mij kan naar Rusland en terug, heb ik begrepen. Dus dat is geen probleem. Maar als een van de twee versleten is, kan er de speling ontstaan. Ik moet niet wapperen, dan gaat de camera alle kanten op. En dan kan dus de trailer van je trekhaak vallen. Nou, ik heb nu meegemaakt terwijl de paarden er niet in zitten. En dan kan het je niet aanraden. Dus dat je dat weet, goed controleren. Maar goed, alles is weer in orde. Nou ja, bijna in orde. Aldwin die gaat de boel repareren. Dat zal hij vandaag of morgen even doen. En dan kunnen we weer op pad. Nou, vandaag heeft mijn moeder en ik gereden. Yes. Eerst ik, daarna moeder. En de rechte galop gaat steeds beter. En daar zijn we hartstikke blij mee. Want de laatste paar keren sprong ze zelf goed aan. Ja, zonder veel overtuigingen. Ging eigenlijk gewoon zo patsbloem goed. Ja, in één keer. Nee, hè? Misschien dat ze dan bijna zover is dat het een gewoonte geworden is. Dat het bevestigd wordt. Nou, ik denk niet dat het al bevestigd is, maar bijna. Ik heb ook weer al mijn spullen schoongemaakt. Die waren ook weer vies. Ja, ik heb gewoon gereden. Vooral bezig geweest met Vrona. Je hebt gelijk, geen idee. Vrona, doe je tong naar binnen. Dat was mijn doel de afgelopen week. De trailer wordt morgen gemaakt, middags. Dus ik hoop dat we dan er weer mee op pad kunnen. Ja, mijn moeder die heeft hem kapot getrokken. Ja, dat heb ik verteld. Dat wist ik niet. Ja. Nou, dan gaan we eten. Ja. En morgen? Even moeten filmen terwijl we aan het rijden waren. Dat was misschien wel lekker geweest. Ja. Noem maar even voor een keer. Sorry. Morgen heb ik springles bij Steef. Daar kijk je wel naar uit. Ik trouwens ook. Klopt zo. En donderdag heb ik wel vrij. Ga jij donderdag ook gewoon rijden? Ja, dat weet ik nog eigenlijk niet. Kijk wel even. Ik zou ook wel willen rijden. Ja, dat weet ik. Ik denk dat we morgen nog wel een stukje van het springen filmen. Springen. Oh ja, achter elkaar. We gaan het proberen. We gaan ons best doen. Cool. Lekker eten. Ja, tot morgen. Ze zijn ernstig aan het oefenen met op het blok stappen.
is wel minder. Geef haar een snoepje, geef haar een snoepje. Zo, en nu naar je toe. En dan ietsje verder gaan staan. Nee, dat mag ze niet. Nog een keer. Goed zo. Ja, nu naar achteren, naar achteren. Nee, niet doen, niet doen. Tessa. Ja, maar zij moet leren opstappen. Jij moet niet haar voeten erop zetten. Je hoofd zit ervoor. Jawel, geduld. Wacht maar, ik help je even. Oké, we gaan het even samen proberen. Zie jij de voetje er maar op? Het linkervoetje. Maakt me niet uit welke. Zo, dan geef je haar een snoepje. Heel goed. En dan ga je aan de andere kant staan. Dan doe je niks met haar been. Dan voetje er weer op en dan geef je haar een snoepje. Nee, voetje erop. Geen andere kunstjes tussendoor doen, hè? Want dan moet je er ook belonen. Zet er maar ietsje beter voor de ton. Dit gaat niet werken. Ze staat niet goed. Nou ja, dan zet je er weer een voetje erop. En dan geef je er een snoepje. Geef dan maar een snoepje. Goed gedaan. Braaf Bel. Goed zo. Geef niet. Voetje erop. Goed zo. Een beetje geduld hebben, hè. Dan geef je er een snoepje. Nou, wacht tot als ze de voet weggaan. En nu geef je er een snoepje als ze één voetje laat staan. Dus even wachten. Nu geef je er een snoepje. En nu wachten. En dan geef je er nog een snoepje. Oh, nee. Nog een keer. Voetje erop. Even wachten. En dan tel je één. Nee, dan krijgt ze niks. Nog een keer. Nee. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ze haalde hem eraf, dan moet je geen snoepje geven. Alleen als ze hem erop laat staan. Ik kom terug, Jolie. Een paar snoepjes. The night last, when she said the F-face with a tight ass. It was never shot less than the mic pass. Then I faded and I got hallucinated. I leave and made it every night to celebrate it. Live like the Morris and I'll tell her I'll take it. I'll take it to my room and I'll tell her get. No way to have it great as it's yeah. Moet ik eerst beginnen? Ja. Vind ik echt lastig. Ik wil dat ik jou het land concerde. Dan wil ik niet die dag in alle landen emigreren. Dit is wel lastig. Nee. En is niet dat ik jou de kou trotseerde. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus dan gaan we naar je ouders in zoute landen. Zoute landen. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Zijn we hier in het gammele strandhuis. Maar het toch altijd een warme huis. We zuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wat is me? Of jij? Ik moet. Niet te kan ik jou lang doorkruisten op de mooiste plek die mij moeten hebben. En dan zien we dat het goed is. We zien dat we bruisen. En de vodka en de bokking tussen de reddingsbanden. Ah, ah, oh, ah. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. We maken het toch ooit uit wat waren we waren. We zuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.